Het zijn pioniersoorten. Dus als er erg een hoop zand ligt, dan is de kans groot dat ze het gaan pakken. We staan nu aan het verlengde van de Korflaan en we kijken tegen een oeverzwallerwand aan. En het is een stenen wand die afgelopen jaar op initiatief van de Vogelwacht Delft is gerealiseerd. Deze muur die stond nog geen week of hij was al gevonden door de oeverzwaluwen. Die eigenlijk een beetje zo heel Zuid-Holland lijkt wel afzoeken naar plekken waar ze hun nesten kunnen maken. Nou, die wal die zit van binnen met zand. En die oeverzwaluwen maken zelf daar een tunnel in van pakweg 60 tot 80 centimeter. En hebben daar dan hun jongen. En overal rondom zitten zijn die nestgaten bezet door oeverzwaluwen. Die wand is wel afgescheiden van het pad. Want de oeverzwaluwen willen wel een vrije plek hebben om hun nest te bereiken. En dat moet er ook gezorgd worden dat het gras voor die oeverzwaluwwand niet te hoog wordt. Want dan kunnen ze niet meer makkelijk die nestholen bereiken. En dat willen ze niet. Dan is ook de kans op misschien wel gevaar en is het lastiger om een plek te vinden. Weliswaar staan er af en toe wel koeien gewoon voor die oeverzwaluwwand in de schaduw even te genieten. En daar hebben ze eigenlijk niet zo heel veel last mee. Maar er wordt nadrukkelijk wel met deze afscheiding gezorgd dat mensen er gewoon niet bij komen. Want dat geeft een enorme verstoring voor het broedsucces van deze soort.